Ik wil heel erg graag jou mijn verhaal delen om je te inspireren en ook om je een tip mee te geven dat als er iemand jou raakt met een rotopmerking, dat je dat niet de hele dag bij je hoeft te dragen. Dat het niet je dag hoeft te verpesten. Want misschien herken je dat wel, dat als iemand een rotopmerking maakt, dat het je echt van je stuk kan brengen. Dat je het je zo kan overweldigen dat je eigenlijk niet eens meer weet wat je voelt. Of je voelt heel erg boos, of je voelt verdrietig, of je gaat aan jezelf twijfelen, of wat dan ook. Ik heb daar ook ervaring mee. Het heeft me heel lang van mijn stuk gebracht en dat ik niet uit mijn woorden kon komen of dat het me frustreerde intern of dat ik niet wist wat ik ermee kon doen. En nu, nu kan ik ermee omgaan. En dat wil ik heel graag met je delen. Ook mijn laatste ervaring wil ik met je delen, want dat is voor mij zo duidelijk nu geworden. Hoe krachtig de methodes die ik toepas, en dan wil ik er één methode even uit. Lichten, waar ik echt een fan van ben en waar ik echt voor sta en waar ik ook workshops in geef, dat is EFT. Maar ik wil je mijn ervaring wil ik met je delen. Ik wil een tip met je delen om te zorgen dat ook jij kan zorgen dat als iemand anders een rotopmerking maakt wat jou raakt, waardoor je een gevoel de hele dag kan hebben, dat je dat kan neutraliseren en transformeren. Hoe zou dat voor je zijn? Het bestaat en daarvoor ik wil het zo graag met je delen. EFT, ik ga er niet zo heel veel uitleggen. Ik ga je zo direct verwijzen naar een link waar ik alles daarover uitleg, want ik heb video's daarover gemaakt. Maar het staat voor Emotional Freedom Techniek en dat is de vrijheid, de emotionele vrijheidstechniek en dat is wat je ook gaat krijgen. Je gaat vrijheid voelen in je emotie. Het haalt spanningen en ladingen van een bepaalde emotie af, waardoor je anders gaat reageren, waardoor je het kan je, de, je emotie kan neutraliseren, waardoor je weer lekkerder in je vel gaat zitten. En het kan zelfs zo ver gaan dat als je nog meer bedreven bent met EFT toe te passen, dat het je kan transformeren. En dat bedoel ik mee, dat het je inzichten kan geven. Nou, en dat is wat ik nu hopelijk in het kort en krachtig aan je kan vertellen, mijn ervaring. Een paar weken geleden is mijn mini-meisje, mijn kat, onze kat, is overleden. Iedereen die mij kent, die weet dat mijn dieren mij ongelooflijk dierbaar zijn. Dat zijn mijn kinderen. Dus ik heb daar ongelooflijk veel verdriet van, nog steeds. Alleen, ik heb nu dus EFT ingezet om mijn verdriet te verwerken. En dit is de eerste keer dat ik EFT op die manier met zo'n intens verdriet heb ingezet. En wauw, het is ongelooflijk wat dit met me heeft gedaan. Ik merk dat het me nog raakt. Want ja, ik ben zo dankbaar. Een paar weken geleden heb ik mijn verhaal over Mindy. Heb ik in het kort gedeeld op Facebook. In een post waarin ik ook mijn workshop EFT in promote. Ik wilde daarmee duidelijk maken dat het verdriet wat ik bij Mindy voel, hoe ik EFT heb ingezet en ja, dat het mij zoveel heeft gebracht. En dat als men nieuwsgierig werd naar die methode, dat men, want ik geef elke woensdagochtend geef ik de workshop De kunst van ontspannen door EFT, dat mensen ja, zich daarvoor konden aanmelden. En dat was voor mij heel kwetsbaar ook om dit verhaal ook te delen van mijn verdriet om Mindy en hoe ik daarmee om ben gegaan. En dat het ook mij bepaalde inzichten heb gegeven. Dat was, ja, was echt heel, heel kwetsbaar. En gelukkig zijn er heel veel mensen geweest
die daar heel erg lief en aardig en ja, echt hele mooie berichtjes heb ik daarvan gehad. Dus dat deed me al heel erg goed. En ja, dus hele mooie positieve berichten. Maar op vraag en aanbod, want ik heb op verschillende groepen, marktplaatsen, heb ik dat bericht gepost. Omdat ik ook ja, mijn workshop onder de aandacht wilde brengen. En ik kreeg dus bij een post op vraag en aanbod echt hele nare opmerkingen. Die me, nou, de ene opmerking naar de andere opmerking raakte mij. Maar in het bijzonder raakte mij dat mij werd verweten dat ik mijn dier misbruikte en het verdriet misbruikte om geld te verdienen. En nou ja, als je me kent, als je me echt kent, dan weet je dat het precies het tegenovergestelde waar is. Als er iemand is die dieren juist niet misbruikt, en zeker niet om geld te verdienen, dan ben ik het wel. Dat weet iedereen die mij kent. Precies het tegenovergestelde. Ik wil juist geld verdienen om te zorgen dat het dierenmisbruik uit de wereld geholpen wordt. Dat weet je als je me kent. Maar het raakte zo mijn onrechtvaardigheidsgevoel dat ik dacht, wie ben jij? Je kent me niet eens. En daar beschuldig je mij van. Maar omdat het raakte in mijn kernwaarden, in mijn integriteit. Ik werd daar zo boos om. Nou, echt woedend, kan ik je wel vertellen. Ik ben ook van dat je daar niet veel je aandacht op moet richten. Hè, where the attention goes, the energy flows. Maar ik voelde dat ik er nu wat mee mocht doen. Op de een of andere manier. En ik heb daar dus EFT voor ingezet. Dus ik ben op mijn woede en op mijn onrechtvaardigheidsgevoel heb ik EFT toegepast. En my god, wat een neutralisatie en transformatie heeft er plaatsgevonden. Niet alleen maar kon ik op een gegeven moment naar dat bericht kijken en dacht ik, ja, nou ja, weet je, ieder zijn eigen mening. Sommige mensen zijn zo ver van zichzelf af en hebben nog zoveel eigen pijn te verwerken. Dan is het schoppen naar een ander makkelijker als dat je intern naar jezelf kijkt. Dus dat begrijp ik dan ook. Mijn begrip kwam weer terug en het raakte me niet meer. Maar dat niet alleen. Ik kon het ook transformeren in dankbaarheid. En waarom? Omdat ik uiteindelijk door het EFT toe te passen, heb ik oude pijn kunnen loslaten. Oude pijn van vroeger, van hoe ik onrechtvaardig behandeld ben. Dus ik kon oude shit kon ik opruimen door die opmerking. En dat was fantastisch. En dat is wat EFT doet. Het neutraliseert niet alleen maar je gevoel. Je kan het doorvoelen, maar je kan het ook gewoon neutraliseren, waardoor je gewoon weer ja, lekkerder in je vel komt. Maar je kan het ook transformeren, waardoor je ineens de hele andere kant van een verhaal kan zien. Het bredere plaatje. En daarom ben ik ook zo enthousiast over EFT, omdat je het zelf kan toepassen. En de tip die ik jou dus wil meegeven is, of je kijkt op mijn site. Ik heb op mijn site coaching heft in eigen handen, heb ik gratis video's staan met alle uitleg over hoe je EFT toepast. Helemaal gratis. Verschillende thema's heb ik er ook nog. Dus je kan gewoon meedoen en ga experimenteren met EFT. Dat zal je ook zien in mijn video's. Daar leg ik uit hoe je het doet, wat het is enzovoort. Of je kan naar een workshop van me komen. Elke woensdagochtend moet je je wel voor opgeven. Moet je ook op mijn site even kijken. De kunst van ontspannen door EFT. Elke woensdagochtend vraag ik dit jaar daar nog €17 voor. Volgend jaar gaat de prijs iets omhoog. Maar ik wil je in ieder geval die tip meegeven. Word nieuwsgierig naar EFT. Of dat nou via mijn site is of iemand anders site. Eigenlijk maakt me wel wat uit. Want laat ik ook eerlijk zijn. Ik zou het leuk vinden om jou te helpen. Maar als je voelt, nou jij bent het niet echt zoals jij doet. Dat staat me eigenlijk niet aan. Nou, laat je daar dan niet van weerhouden. Ga op iemand anders site kijken en onderzoek dan EFT. Want echt EFT kan je helpen
om al die rotopmerkingen die we allemaal, waar we allemaal mee te maken hebben, om die te transformeren en dat je je lekkerder in je vel voelt en dat je gewoon weer een leuke dag hebt, ondanks die klote opmerking die je hebt aan moeten horen. Dus, daar wil ik mee afsluiten. Ik zie dat de video best wel lang is geworden. Mijn excuus, ik ga proberen om dat korter te doen. En misschien ook wat met mindere bewegingen, want ik ben nogal van ditum. Maar ja, misschien hoort het ook wel bij me. Nou, lieve schatten, dankjewel dat je het helemaal hebt uit willen kijken. En ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren om nieuwsgierig te worden naar EFT.